Jij bent klant. God, schoon van mijn kinderen. Van mijn kind. Oh, ja, schoon. Dat is schoon. Ja, dat is hier uit dit, goed, heel schoon. Schoon. En je weet zwart, ik vind dat mooi. Ja. Dus ik heb er een gewone foto van liggen. Ja. Alsjeblieft. Ik woon hier in de buurt, hè. Hij had bij mij in school gezeten. Ja. Is het een goede kameraad? Ja, dat is een brave. Ja. Ons kleindochterke, hè. Jullie en familie is iets, hè. Dat zit die meneer. 93% voor nieuwe schoenen te maken. He. Het is in het algemeen met zwemmen en godsdienst en toen erbij was het nog 85. Ja. Dat was, ja. Maar was dat niet zo goed, de godsdienst of de zwemmen? Dat zou het kunnen. Dat zou het is het mooi? Amai, dat is fantastisch. Allee. Ik heb daar nog een stuk van, ik heb dat open met zo'n mouw. Allee, waar was dat? Dat moeten zien, kunnen niet. Maar vroeger was er echt een schoenenindustrie in Isegem bijvoorbeeld. Ja, dat is allemaal gedaan. Dat is geen fabriek meer. Zo was dat vroeger. De ronde, dat is rondom. Dan moesten dat erover doen, dat bovenleer. Dan moesten deze rond hierop deuren doen. Door dat ding. En dan die buitenzool, die weer dan zo gezegd zoegenoot. Hoe heb je dat erover? Maar dan die kapjes, dat moest zo gerold worden. Hè. Dat is allemaal genoteerd. Hè. Als je noemt, dat was op 20 minuten was dat gedaan. Allee. En dan zo noemt ook ongeveer 20 minuten rondom. Hè. Wat we allemaal zo gedaan. Hè. En dan hier is dat rond gedaan. Ja. Want je ziet die noot lopen. Hè. Dat je dat ik gemaakt heb in school vroeger nog. Ja. Dat vroeger beetje, met zo'n eilsje, nee, moest je dat nog. Heb je nooit in je vingers gestoken met dat ding? Ja, dat was. En hier is die draad, die moest je zelf maken ook. He. Dat was een pekdraad. Waar heb je dat geleerd? Wel, in Antwerpen, in de Kammerstraat. En wat voor jaar was dat dan zo? In 64. Want dan heeft mijn vader een pikdusser gekocht. En hier is mijn plaats, hè. Ah. Ja, in de buurt. Stekties, ja. Van de week laat je zo'n stoffel zo. Ik ga nog te vroeg. Dat is zeker dat. Dat is zeker dat. Wij hebben vorige week 2 weken geleden paas ik nog gebracht. Hè. Ja. Dus je kunt zo rap of zo traag mogelijk dat je wilt. Ja. Deze machine nee, die staat in Bokkerijk ook nog. Oké, nou, dat is allemaal nog van mijn vader. Ja. Oh, je hebt zo'n glasrompje daar. Ja. Dat is goed. Als je nou zolen zet, dat komt los, hè. Dan kun je dat zo in de rol doen. Het is nog wel een eik, denk ik. Dat van deur, die rubberdeur. Ja, los deur. Dat is zo'n spekdrood. Maar dat is een leest om je schoenen te rekken, hè. Ja. En dan moet je dat zo draaien, hè. Allee. En dan komt dat er min of meer komt dat erin, hè. Kijk, voilà. Dat is dat indruk van over zoveel jaar terug, hè. Dat is ook van mijn vader allemaal nog, hè. Ja, maar in deze, daar hadden we meer mogelijkheden. Die kunnen dat achteruit draaien. Als dat van achteren nog iets hier doet. En dan kunnen dat hier ook nog in de breedte nog open draaien. En dan kunnen dan ook nog... Speciaal, mensen menen, we kunnen dan ook zo van die nog bijzetten. Er zijn dan gaatjes in en dan kunnen die er ook nog hierop steken. Ja. Of daar en heb daar zelf nog bijgedaan. Op sommige plotsen. Dat beseffen wij allemaal niet. Hè. We brengen die schoenen binnen en die komen goed terug. Deze is nog een nummer van vroeger. Dat is voor een hogere. Dat is langer zo gezet voor een hogere. Om in een bot te kunnen kloppen. Ja, voor de hielen vast te zetten. Hè. Ah, die werden van binnen geklopt natuurlijk. Dat is een tang van over misschien 100 jaar terug. Die dingen dat kunnen niet meer komen omdat dat niet meer gebruikt wordt. Hè. En dan moest je dat hierin steken. Die pinnetje hierin. En dat knopje hierin. Hè. En dan dat riemetje. Een nipte. Dat is gewoon, hè? Ja. Dat plooit dan rond. Ja, dat plooit. Die pinees, zo gezegd, dat is nou rondgeplooid rond dat knopje. Hè. Ja. Zo, en nepen. En dan hangt het knopje rond in dingen gedraaid. En dat is dan voor je schoen dicht te maken dan? Ja. Ongelooflijk.
Ja. We gaan het missen. Dat zijn 5 generaties. Ja. Eerst zijn de kikkertieren. Ja. Dat is mijn vader, Frans. Dat is mijn grootvader, Petrus Alfons. Dan had de Vitalis Janssens, schoenmaker. En Karel Lodewijk Janssens, schoenmaker. Van 1805. We zijn bij Jan geweest en we hebben bij Jeff geweest. Mama, oh, mama is daar. Ja. Oh. Ja, en nu nog, Basje? Waar? Daar is het. Maar nu komen we al een kleuren, Bas. Er zijn zoveel mensen van Kruibeken en daarbuiten waar dat jullie de schoenmaker voor waren. Vandaag is dat de laatste dag. Dat gaat voor heel veel mensen varen. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor al die jaren. Maar ik wil jullie ook daarbij een ongelooflijke pensioen wensen. Dat je ervan geniet. Kom hier. Dank je. Dat is goed, hè? Ja.